Ja, lieve vrienden, het is alweer middag, maandagmiddag wat we staan. En het loopt naar 3:15. Ik ben niet eerder aan de vlogger toegekomen. Ook heb ik lekker uit kunnen slapen, want ik was gebroken. Ik had gisteren maar eventjes wel ook Jack van Cirolo even afgeappt, want kom maar niet. Nou, ik ben blij, want ik had wel de wekker gezet even goed. Niet gehoord hoor. Ik ben er dwars erin geslapen. Maar het maakt niet uit. Ik ben er nou. Ja, ja. En Gandalf. Heet man. Het is prachtig maar weer. Ik heb de deur op een haakje staan. Zodat Ewen niet naar buiten kan nog. Want die moet je wel in de gaten houden. En ja, natuurlijk Frodo ook. Hè. Dan moet hij zijn lampenkap op. En die is nou even kapvrij. Dus ja. Je hebt niet altijd oog op je dieren en dan moet je ze toch op een andere manier toch wel bij je kunnen houden. Deur open, maar zodat ze er niet uit kunnen. Gandalf kan er nou niet in. Die moet ik er dan echt in laten. Maar het maakt niet uit. Nee hoor. Ewen die zit nou te eten, dus Gandalf mag niet eens naar binnen. Nee, en ik ga koffie maken. En ik zat er net op het toilet, zal ik je vertellen. Dan gaat die telefoon niet aan. Denk je dat ik harder ga dan ik kan? Nee, dat gaat toch niet. Dus ik bekijk het maar. Ik denk dat Karin is geweest. Maar dat merken we wel. Ik heb er een appje gestuurd. Oh ja, Jep zegt zo. Oké. Nou ja, en ze hing aan de telefoon. Dus ik zal er zo meteen weer even terugbellen. Komt goed, ik zou zeggen. Groetjes en hele fijne zonnige maandagmiddag gewenst. Ja, want het is heerlijk weer. Ze zeggen geniet ervan. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ga weer een smoothie maken. Lekker gezond. Er komt dit apparaat doorheen. Ik ben zijn naam even kwijt, daarom zeg ik een apparaat. Daarnet wist ik het nog, maar ik ben het nou kwijt. Een appeltje, een sinaasappeltje, Griekse yoghurt, maar ik denk ook dat ik er wat havermout doorheen doe. Dat zie ik nog wel. De blender staat daar. Die zal ik de kan zo meteen pakken en dan gaan we snijden. En ja, ik heb ook al een hoop kopjes en een hoop schotels als afwas. En dan die pan, maar verder bijna niks. Dus het blijft maar lekker staan, want daar krijg ik mijn vaatwasser niet mee vol. Vind ik een beetje zonde. Het is omgebond, dus bekijk het maar. Ja toch? Ja, het staat me niet op mijn rug, hoef ik niet mee te jouwen. Zo denk ik erover. Maar dat komt voor elkaar en als het erin zit, nou. Als ik het klaar heb, laat ik het jullie uiteraard weer zien. En mango! Nou weet ik het weer, een mango. Ja, goed zo. Ik ben weer goed bezig. Ja, komt voor elkaar, lieve vrienden. Ja, zeker weten. En het is prachtig mooi weer. Ik ga mijn feest uitdoen, schort om. En ga verder genieten. Ja, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds avond. Het is 18:56. En nog steeds maandag natuurlijk. En ook nog steeds 8 april. Frodo heeft eten gehad. Ewen die heeft eten gehad. En Gandalf ook. Ja, hè? Gandalf ook, hè? Ja. Helemaal eten gehad. Helemaal eten gehad. Hoppetje, dikke do. Dankjewel, Fred. Ja, dat... ik ga ook zo meteen eten. Ik heb het al klaarstaan. Ik ken de magnetron in. En dan gaan we verder de avond in. We gaan eventjes televisie kijken. Naar goede tijden, slechte tijden. En we gaan kijken naar Good Doctor. Dus ja... Dan hebben we de avond ook weer om. Kunnen we ook weer naar bed. Hé, jij nou? Ja! En morgen weer een nieuwe dag. En dan moet ik om... Morgen komt, zover ik weet, Rebecca. Want die heeft nog niet afgeëpt of zo. Dus die komt morgen. Ik moet ook morgen naar de psycholoog. Dus ja, weer een gevulde dag. Oh ja? Oh. Is het zo? Nou, dan weten we dat ook weer. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Voor later, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.